De rechtbank gaat mee in 5 van de 7 feiten. Daar veroordelen ze hem op. Alleen vinden wij dat die straf die uiteindelijk uitgesproken wordt, dat daarin die strafverzwarende omstandigheden niet voldoende tot uiting komen. En daarom gaan we over tot een hoger beroep. Goed en niet goed? Goed omdat de rechtbank zich niet heeft laten verleiden tot het opleggen van een excessieve straf. En niet goed omdat mijn cliënt toch veroordeeld is voor het voetincident in Sensation. Nadrukkelijk opmerkend dat zij niet kunnen vaststellen wie er verantwoordelijk is voor het letsel aan de voet. En mijn cliënt die heeft altijd betoogd dat hij niet in groepsverband dit letsel heeft toegebracht. Dus in die zin, dat is iets waar ik diep over wil nadenken, wat we daarmee doen. En dat zal ook wel een van de belangrijke factoren zijn die mee zullen spelen of we al dan niet in hoger beroep zullen gaan.